eindelijk was daar dan de gelegenheid om de revanche op Kalle te nemen. Na drie kansen eerder in Delft, in Harreveld, op de clubkampioenschappen was het iedere keer niet gelukt. Iedere keer was Kalle met de snel af. Maar wie weet, misschien vandaag. Zou het lukken? Kalle startte natuurlijk op de eerste startrij. En hij begint dan daarna ook gelijk op te schuiven naar voren. Dus ik kan hem natuurlijk niet laten gaan. Kalle draagt het startnummer 175. En dat is toevallig precies het nummer wat ik vorig jaar hier bij de MSR in Udehout had. En ook de startnummers reflecteren zelfs hoe erg we aan elkaar gewaagd zijn. Want die van mij is vandaag 176. Nou denk je misschien gewaagd. Kalle heeft de afgelopen drie keer gewonnen. Ja, maar als ik Kalle mag geloven, dan maak ik deze dag toch wel meer kans. Blijkbaar is mijn voorbereiding de afgelopen weken toch wel iets beter geweest. Ik probeer Kalle nog even te saboteren, maar het mag niet baten helaas. Kalle loopt gewoon door. Veel strategie had ik niet voor vandaag, maar ik weet wel dat we elkaar allebei geen stap onnodig voorsprong gunnen. Als je bijvoorbeeld de video van de KSR van gisteren hebt gezien, dan weet je dat het gisteren prachtig weer was. 26 graden, zon. En dat was dan ook eigenlijk de verwachting voor vandaag. Maar niks bleek minder waar, want het miserde, vannacht had het hard geregend, alles was nat, gras was nat, hindernissen waren nat. En het was niet echt koud, dat niet, maar het had een heel ander gezicht dan gisteren. Dat zien we ook in deze moddergul, die gisteren niet veel anders was dan glad aarde en nu echt een modderpoel is. Hier vertel ik tegen Meike dat ik me bedenk dat ik de GoPro niet waterdicht verpakt heb. Dus die moet ik helaas zo dadelijk af gaan doen. In ieder geval voordat we de eerste waterhindernis ingaan. Ik zit hier even te prutsen met het touw waar ik overheen moet. En dat maakt gelijk dat Kalle hem toch een voorsprong pakt. Er zit in ieder geval één persoon tussen ons. We gaan hier steen gooien. Kalle gooit raak. Dus ik voel veel druk om ook raak te moeten gooien. Lekker, hij is nog vlak voor. Ik neem iets meer de tijd ervoor, maar dat loont ook. Ik gooi hem ook raak. En op het hardlopen maak ik het gat weer goed. Zo gaan we tegelijkertijd de apenhang in. We pakken allebei een ander laadje, we zitten hier naast elkaar. Je ziet Kalle naast mij. Gisteren hing dit touw nog zo slap dat je hier door het water heen ging. Ik was nog even bang dat ik de camera te laat afgedaan had. Maar zo te zien was het touw gelukkig weer opgespannen. Omdat ik het andere apenhanglaantje heb, kom ik aan de andere kant van de boom langs. Maar Kalle en ik komen toch nog steeds precies tegelijkertijd over de brug. Het tempo ligt iets hoger dan ik ingezet zou hebben als ik alleen had gelopen. Maar ik heb wel hoop dat ik dit kan volhouden. Door alle modder zijn zelfs deze simpele swingovers toch ineens net iets meer uitdaging dan ik ervan had verwacht. Maar gelukkig geldt dat voor iedereen, dus is dat niet per se een nadeel voor mij. Dan krijgen we een mooi smal paadje door het bos. Wat ook onder de modder zit, waar we nog flink vies worden en op moeten passen dat we niet uitglijden. Voor mij betekent dat dan even verplicht op adem komen door even te wandelen. Tot dusver stelde het klimwerk nog niet zo heel veel voor, maar de grote combi zit er nu toch wel echt aan te komen. We gaan bij Ger de Schuur in en daar mogen we een mooie Eri combi doen. En ik dacht niet heel moeilijk, een ringetje, een kartbandje, een touwtje. Maar Kalle vergist zich toch in de dunne touw en glijdt het daarmee uit en moet deze opnieuw doen. Kost hem toch wel weer in 30 seconden. En bij mij gaat het wel goed, dus ik pak hier toch een mooi gaatje. En na Ger in de Schuur komt Jan op den Dam. Dat is een stukje apenhang. In deze fase van de wedstrijd gaat dat nog wel prima. En dan gaan we over in balkapenhang. Maar op dat moment waarschuwt Meike mij dat we hier verplicht het water door moeten en geef ik dus gauw de camera af. Meike vangt hem en ik klim weer door. En dan mogen we een reuze leuke zwaai doen. En hoe vaak ik het ook al gedaan heb, het blijft toch altijd net een beetje eng. Ik aarzel nog 2 seconden en dan spring ik door. Netjes, ik laat mijn voetklem op tijd los om de terugzwaai te voorkomen. Pak het volgende touw en stabiliseer. Dus tot zover gaat eigenlijk alles als gehoopt. Ik heb een klein gaatje op Kalle. Ik vermaak me kostelijk met alle hindernissen. En we mogen nog 10 kilometer door. Tegelijkertijd realiseer ik me donders goed dat ik niet te vroeg moet juichen. Want Kalle heeft zich niet gauw gewonnen. En dus probeer ik niet te lang te blijven hangen in de apenhang. Het kost alleen maar extra energie. En die energie is precies wat ik nog hard nodig heb. Ik had het destijds zelf niet in de gaten. Maar Kalle die zit inderdaad precies 1 apenhang achter me. Dus sinds de combi bij Ger in de Schuur is Kalle vooral op me ingelopen. Buiten beeld mogen we nog klumperen en een swingover doen. En dan komen we aan bij de lianen. Waar mijn zwaai gelukkig net ver genoeg rijk om de boom aan te kunnen raken. Inmiddels ben ik wel weer nieuwsgierig hoe groot het gat met Kalle is.
En het duurt niet lang voordat ik daar weer nieuwe informatie over krijg. Want hier zo zie je dat, hoewel er twee mensen tussen ons in zitten, wel ongeveer 5 meter achter me loopt. En in deze apenhang komen we dan ook samen te hangen. In deze apenhang gaan we een schot onderdoor en daarna nog een klein stukje apenhang doen. Bij de volgende hindernis gebeurt er wel iets grappigs. Er is een self-made swingover die we moeten doen. En ik gooi het touw eroverheen, ik doe mijn swingover, maar ik vergeet vervolgens om het touw weer naar beneden te trekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar Kalle die grijpt de kans gelijk aan, die pakt het touw en die springt erin om de swing over te doen. En daarmee wordt het gat weer een handvol seconden kleiner. Hij zal het er niet op binnen hoor. En ik hoop van harte dat Mijke's wijze woorden waar zullen blijken. Dan komen we aan bij de huilenbalk. Een bijzondere swingover waarvoor er verschillende technieken zijn om je eroverheen te helpen. Ik besluit om naar de bovenrand te springen, die nog een keer vast te pakken met beide handen en dan met een hupsje me erop te werpen. Dat lukt. En zo mag ik weer door naar de volgende uitdaging die de organisatie voor ons heeft bedacht. Kalle klimt strak achter me aan. Zodra ik uit de touw ga, springt hij erin. Hij krijgt nog wat ongelukkige voeten in zijn zij. Zoals vaak per ongeluk tijdens survivorun gebeurt. Maar hij deert hem niet en hij zet de achtervolging in. Om het gat van 30, 40 meter dicht te rennen. Dan krijgen we huptelussen, daknetje bovenlangs. En dan touwen als monkey bars. En dan nog triangels. Dat bevalt me wel eigenlijk. De fase van verzuring is nog niet aangekomen, dus tot dusver klim ik nog lekker door. Maar goed, we zullen zien voor hoe lang dat voortzet. Hierna komen we bij de vijvercombi. Die heeft wat originele elementen. Ik heb ze goed bestudeerd gisteren, maar we moeten maar zien hoe dat in de wedstrijd uitpakt. Ik nam me voor om voor deze sprong niet te lang te aarzelen. En dat lukt redelijk. Dan komt er een lange pakladder en een paar stapbanden. Nou, die zijn natuurlijk bekend, maar waar ik vooral nog naar uitkijk is de laatste hindernis van deze combi. En dat is een soort ondersteboven stairway to heaven, hoe je het ook wil beschrijven. Ik hou mijn voetkleppen lang aan. Ik loop een paar stappen door. Yes, netjes Ruben. Met mijn handen en dan kan ik met mijn voeten bij het touw. Lekker Ruben, je hebt best wel een tijdje gepakt ook Kalle. Dus dat viel eigenlijk niet tegen. Zoals Mijke aangaf is het gat met Kalle vergroot. Met ongeveer 1 combi. Maar zoals ik inmiddels wel heb geleerd, wordt bij een MSR de uitslag toch met name bepaald in de tweede helft van de wedstrijd. Je kan in de eerste paar kilometers nog zo'n groot gat opbouwen als je wilt. Maar als dat betekent dat je jezelf opblaast, dan eindig je alsnog op de laatste plek. En met het stabiele tempo wat Kalle laat zien in deze combi, zou dit wel eens een voorbeeld kunnen zijn van het verhaal van een haas en een schildpad. Dan wil ik nog wat zendtijd gebruiken voor een rant over de dubbele catcrawl. Want wat vind ik dat een waardeloze hindernis. 1. Ik vind het niet leuk om te doen. Je haalt vooral je schenen mee open. Ook is het niet een hindernis waar de betere klimmer zich goed kan onderscheiden van de mindere. Het is niet makkelijker op te hangen per se dan bijvoorbeeld een apenhang. Dit is de hindernis waar ik het over heb. Het mag duidelijk zijn, het is mijn minst favoriete hindernis. Maar wat vinden jullie? Moet ik me niet zo aanstellen of kijken jullie er ook nooit naar uit? Lekker bezig Ruben. In positief nieuws, naast hoe soepel en elegant Kalle over deze hindernis gaat. Mooie rollen Kalle. De rest van het parcours was echt fantastisch. Dus ik wil nu alvast de organisatie bedanken voor wat voor een geweldig evenement ze neer hebben gezet. Dan komen we aan bij Martijn op den Dam. En dat is een nieuwe hindernis. Vorig jaar zat hij er niet in. En ook bij de KSR gisteren zat hij niet. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Maar uiteindelijk, ja, wat het is een netje klimmen. Lange stuk lianen. En dan nog een stukje netje. Eigenlijk best wel heel leuk om te doen. In het begin doe ik een net andere techniek dan de tweede helft van dit stuk. Ik merk dat als ik mijn zwaartepunt iets meer beter boven mijn voetklem breng, dat het eigenlijk een stuk minder moeite kost. Dus dat is iets waar ik ook de komende tijd nog meer op kan gaan trainen. En hoewel het verder niet technisch moeilijk is, is het wel gewoon echt een lang stuk. En maakt het ook wel vermoeiend. Dan gaan we door nog een stukje waterbak. En hoewel het er koud uitziet, was het niet echt. Het water was prima temperatuur. De buitentemperatuur was ook niet lang niet zo koud als het eruit ziet. Wil je water drinken? Ja, gooi maar. Ik weet niet hoe ze het doet, maar tijdens het filmen weet ze ook nog eens de bidon te vangen. Kalle is niet meer in zicht trouwens. Ze hebben echt afgeschud. Hier vertel ik Mijke met veel gebaren over de houten paalswing over waar ik net vandaan kom. Die was zo ontzettend glad geworden door alle modder dat er een aardige file was ontstaan. Maar tot mijn eigen verbazing kwam ik er in één keer overheen. Bij de rolton koos ik ervoor om mijn handen wat lager te houden. Zodat ik mijn voeten makkelijk in kan zetten en er gewoon overheen kan lopen in plaats van te hupsen.
Het beviel me zeker, dus dat ga ik blijven doen. Ik kijk op mijn horloge en zie dat ik op het schema loop voor onder de 2 uur. En als ik bedenk dat ik vorig jaar hier 2 uur 23 over deed, hoewel met een net ander parcours, zou dat een hele grote vooruitgang betekenen voor mij. De combi die we nu zien, waar ik overigens even flink misgrijp, noemen ze de Baron. En in deze huftenlussen begin ik toch de vermoeidheid wel te voelen. Mijn armen worden zwaarder, ik moet meer rust nemen. Vorig jaar overschatte ik de kracht die ik nog over had in mijn onderarmen tijdens de klimtuigordijn. En gleed ik eruit, moest ik alles opnieuw doen. Dat ging dit jaar gelukkig beter. En dit grapje is een verwijzing naar de video van gisteren. Kijk die vooral terug. En de Baron sluit af met een net traverse en een pakplank. Ook een gatenkaas genoemd. Inmiddels merk ik dat Maaike niet meer blijft wachten op Kalle met filmen. Waaruit ik afleid dat het gat dusdanig groot is geworden dat ze moet kiezen. En dat doet me goed, want ik weet wat er aan staat te komen. Namelijk de Kasteellaan combi. De combi waar ik vorig jaar meerdere pogingen heb moeten doen om er doorheen te komen. En zeker wel een kwartier tijd heb verspeeld. En dat is deze. We beginnen met Bahia, Liane. En dan krijgen we staplussen. Op zich een makkelijke hindernis, maar als je vermoeid raakt, heb ik toch altijd de ervaring dat je het jezelf onnodig moeilijk begint te maken. Vervolgens krijgen we nog een apenhang. Daar krijgen we nooit genoeg van. Op het eind heb ik net te laat in de gaten dat we niet over de balk hoeven. En dan een balanshindernis. Wij hebben over een paal lopen met wat hulptouwtjes. En de paal hangt los aan de onderkant, waardoor die wat mee beweegt. Maar het blijft relatief eenvoudig. We krijgen nu een steigerbuis te enteren. En die is inmiddels zo glad geworden dat ik niet vertrouw om die op lange armen te doen. Gelukkig wordt het toegestaan om de buis in één arm in je oksel of in je elleboog te leggen. Daar maak ik gretig gebruik van. En hoewel het er niet heel erg gecontroleerd of comfortabel uitziet, is het wel erg effectief. Bij de volgende apenhang moest ik even wachten op mijn voorganger. Ik hoop dat mijn goed bedoelde aanmoedigingen niet hebben geleid tot vervelend veel druk. Zowel mijn excuses. Aan de andere kant zorgt het wachten er ook voor dat ik uitgerust aan de apenhang kan beginnen. En daardoor redelijk snel afmaak. Hakken en eindcombi, kom aan. Je hoort het Maaike zeggen, we zijn er bijna. Eerst even een stammetje uitkiezen. Oh, die is mooi. Ja, ik denk het wel. En dan mogen we echt een flink eind lopen met het stammetje. Gelukkig herinnerde ik me dat van vorig jaar en was ik er mentaal op voorbereid. Houten hakken is niet per se iets wat ik veel oefen en ik zeker nog vooruitgang op kan boeken. Aan de andere kant, met zo'n dun stammetje duurt het toch ook niet lang. Yes, dat is hem toch? Bijna. Hij is. Eind, kom hier, dat zit. Na wat geklungel met de 2 brokken werp ik ze in de container. En is het echt tijd voor de laatste combi. Sinds het oppakken van het stammetje heb ik het tempo wat verhoogd. En ik voel dat nu ook wel in de eindcombi. Dat mijn hartslag en mijn ademhaling toch een stuk hoger zitten. Maar goed, wat kan er nog gebeuren? Kalle is uit zicht. Ik klim nog 2 makkelijke hindernissen. En dan is het binnen. 3 keer mag dan scheepsrecht zijn. Maar de 4e is voor mij. Na Delft, Houderveld en de clubkampioenschappen kom ik dan eindelijk eerder binnen dan Kalle. Of dit de start van een nieuw tijdperk is, of dat ik nu 1 keer geluk heb, zullen we zien in de komende video's. Dus abonneer je vooral op ons kanaal als je daarin geïnteresseerd bent. Tik de bel aan 1 uur en 49 minuten na de start. Dat betekent dat ik 34 minuten sneller ben dan vorig jaar. Een resultaat waar ik alleen maar trots op mag zijn. We sprinten terug naar Kalle om te zien dat hij met het houthakken bezig is. En dan de eindcombi ingaat. Kalle zal 8 minuten na mij finishen. En daarmee heeft ook hij een serieuze vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar. Dan nogmaals mijn grote dank aan de organisatie voor het evenement. Dank aan Kalle voor de strijd. En aan Maaike voor het camerawerk. En hopelijk tot gauw in de volgende video. Hoi! Yes. Yes.